Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie van Verslaving naar Vrijheid. Fijn dat je kijkt en luistert. Mijn naam is René van Kolm en vandaag heb ik een hele speciale gast. Hij is 21 jaar redacteur van de Playboy magazine geweest. Daarvoor 5 jaar journalist, schrijver van de Hitkrant. Ja. Nou, dat ken je misschien niet meer, maar het was het blad voor muziek en popster in de jaren 70, 80. 76, de hoogtijdagen van de popmuziek. Nou, John Travolta, Michael Jackson, Diana Ross. Prince. Ryan Ferry. Nou, wie heeft niet gezien en ontmoet? Iggy Pop. Maar ook 25 jaar verslaafd. Ja. En daar gaan we het vandaag over hebben. Ja. En ook bijna 10 jaar in herstel. En het is ook mijn allerbeste vriend, Mick Boskamp. Hartstikke fijn dat je er bent. Waar gaan we beginnen? Misschien bij het begin. Bij het begin, maar waar is het begin? Waar is jouw verslaving? Want jij hebt een beetje een andere route dan ik gehad. Kijk, ik was echt iemand van de straat en ik noem het maar een straatjunkie, onherbiedig naar mezelf toe. Ja. Ik liep ook letterlijk langs de straten. Ja. Maar jij zat, de laatste keer dat ik je gezien heb, in een mooi penthouse in de Kalvertoren met een mooie vrouw. Ik was een salonjunk. Ik was gewoon een salonjunk. Jij was gewoon van de straat. Ja. Nee, maar weet je, kijk. Het is zo verleidelijk om te zeggen van, nou, dat is een junkie en dat is die. Weet je, het is zo ingewikkeld. Want op het moment dat ik woonde toen in Amsterdam en dan loop je op de straat en dan zie je een junk en dan denk je, zo'n junk. Terwijl je zelf net diezelfde middag nog een pakje coke hebt gehaald bij een dealer, weet je. Ja. Dus je verslaving is eigenlijk gewoon de enige ziekte die je laat geloven dat je niet ziek bent. Dus daarom duurt het vaak zo lang voordat je tot op een soort rock bottom-achtige situatie geraakt. Dat je daar van, want rock bottom is eigenlijk alleen maar goed, hè. Want dan verder dalen dan de bodem kan niet. Nee, dat gaat niet. Dan kan je alleen maar nog omhoog. Ja, maar dat is wel mooi en dat vind ik ook wel gelijk een mooi onderwerp voor deze podcast. Dat veel mensen denken toch een verslaafd is typisch inderdaad. Ja, weet je, ik heb een hekel aan het woord junkie, maar het is wel, het omschrijft wel waar we het over hebben. Mm. Maar iemand in een park of bij het leger des heils slaapt, maar de meesten zitten gewoon lekker in een huis met kinderen en een gezin of wat dan ook. En een goede baan. Ja, want je had een supergoede baan. Ik had een supergoede baan. En dus je had ook heel lang eigenlijk niet door of vond je zelf niet van, ik heb een probleem. Want er liep dan buiten op straat, dat was een zwerver of een junkie. Maar jij natuurlijk niet. Ik niet. Ik had geen probleem. Nee. En waar is het bij jou begonnen, zeg maar, dat je echt zegt van, nou, toen ben ik in een fase gekomen dat ik van alles ben gaan experimenteren, ben gaan gebruiken. Ja. Nou, daar heb ik over nagedacht, over die vraag. Ik dacht wel dat je ging stellen. Want wat is er nou aan de hand? Ik daalde af, zeg maar, naar een laag niveau van gebruik. Of meer gebruik, zeg maar. Maar gewoon mentaal lager niveau. Op het moment dat ik meer geld ging verdienen. Ik weet nog heel goed. Ik werd gevraagd om hoofdredacteur van de Penthouse te worden. Ik werkte toen bij Playboy. En als hoofdredacteur. Die ging net van start. En ik heb dat verteld aan Jan Heemskerk, mijn hoofdredacteur. Ja. En die zei, ik wil niet dat je weggaat. Ik zeg, nou, wat wil je dan doen dan? Ik heb ja gezegd. De volgende dag moest ik bij de uitgever komen. En die verdubbelde mijn salaris. En wat er dan gebeurt, dat is toch heel merkwaardig. Want geld maakt niet altijd gelukkig. Nee. Maakt soms zelfs diep ongelukkig. Maar wat gebeurde er? Ik ging een beetje hedonistisch leven. Ik ging uit, ik nam hotels. En daar hoorde in die periode, praat over de jaren 80, het ik-tijdperk, hoorde daar ook een verdovend middel bij. Mm-hmm. Dat is cocaïne. Eigenlijk een verdovend middel waar je heel erg egocentrisch van wordt ook. Dus, de richter ging open in de reguliere dwarsstraat. Ja, het uitgaans. Het uitgaans kwam de Roxy, echt. De richter, ja, de Roxy, dat was weer iets later, maar in de jaren 80. Was de richter in, gebruikte bijna iedereen cocaïne. Ja. Misschien chargeer ik nu een beetje, maar Heel veel werd gebruikt in ieder geval. Maar goed, het begon bij jou niet zoals bij mij. Hè. Ik begon eigenlijk van 0 tot 100 in een paar maanden. Maar jij was een salongebruiker, zeg maar. Een luxe verslaafde. Ja.
Dus, maar hoe begon dat dan? Was dat een keer experimenteren, gewoon eens proberen, meedoen? Nou ja, kijk, toen ik bij de Hitkrant werkte in 76, was ik 20, was ik heel jong. Ja. Toen had ik alles in mijn leven een jointje gerookt. En als ik nu heel verder terug ga, want omdat je jezelf analyseert, ga je steeds meer nadenken over waar komt het dan vandaan, hè? En als ik er goed over nadenk, dan was er twee dingen in mijn jeugd. Ik kom uit een dysfunctionele familie. En welkom. Welkom. Ja, precies. En dat klinkt altijd heel heftig. Ja. Maar een gezin, het is best moeilijk om een goed gezin te hebben waar alles klopt. Er zijn altijd dingen die kloppen. En met mijn ouders, mijn opa en mijn vader en mijn moeder waren alle drie artiesten. Opa was een zanger-acteur. Mijn vader was acteur-voetballer, Hans Boskamp. Ja. Mijn moeder was Namboda, zangeres. En speelde heel mooi piano. Op het conservatorium gezeten. En ja, ze zeggen wel eens van haal het wasgoed binnen, de artiesten komen eraan. Maar ze leven een beetje anders dan veel andere mensen. Dus het was een beetje ja, chaotisch. Chaos, maar was het dan ook een soort, want zoals ik het ook heb gehad, een soort hele vrije opvoeding en weinig regels? En nee. Ik had een moeder wel. Mijn moeder heeft een moeilijke rol vervuld van moeder en vader zijn. Want je vader was? Mijn vader was verdwenen. Die had in elk stadje een ander schatje. En die werd gewoon met kop en kont buiten de deur gezet door mijn moeder. Okay. Want misschien ken je mijn moeder nog een beetje. Ja, maar, zeker. Maar dat is een vrouw die weinig pikt van mensen. Ja. Dus, dat doet ze goed. Dat deed ze goed, ja. Maar weet je, ja, dan groei je op. Toch, kijk, je mist toch die vader. Hoe je het ook bent of verkeerd, als die er niet is. Bij jou was hij er ook niet. Hij was er wel. Maar, ja, hij was er wel, maar hij was er niet. Nee, hij was er emotioneel, was hij er niet. En ja, een beetje hetzelfde verhaal als bij jou. Werken, hij had ook allemaal affaires met dames. En bemoeide zich eigenlijk niet met de opvoeding. Ja. Ja, goed, het is natuurlijk wel makkelijk om te zeggen, het ligt aan onze vaders dat we nu... Nee, dat doen we niet. Dat doen we niet in deze aflevering. Maar je miste wel thuis gewoon een duidelijke basis. Ik miste thuis, ja. En ik kan me nog heel goed herinneren, er was een gebeurtenis in, denk 66. Toen was ik 10. Toen, het was heel lang geleden, vriend, zijn we zo oud? Ja. Ja. Nee, maar... Dat gebeurde, mijn vader kwam ons wel eens ophalen, mijn broer en mij, op een zaterdag. En dan gingen we zwemmen of we gingen iets leuks doen. Mm-hmm. Dat werd steeds minder en minder trouwens, maar dat vond mijn moeder ook niet fijn. En mijn vader was in 66 gekomen, ging een album van de Beatles kopen, Revolver, kan ik me heel goed herinneren. En de hele dag was ik al een beetje weemoedig, omdat ik mijn vader miste. Dus op het moment dat hij ons kwam halen, ging ik hem al missen. Want ik dacht, die dag is zo voorbij, weet je. Ja. Hij moet het hebben gezien. En ik vond het ook heel vervelend dat hij het zag. Want ik was 10, maar toch had ik dat door, weet je. En vervolgens heb ik hem 12 jaar niet meer gezien. Wow. En ik heb mezelf dat kwalijk genomen. En omdat ik dat heel moeilijk vond om mee te dealen, ben ik een fantasiewereld gaan scheppen. Een wereld waarin ik muzikant was en ik was gek van muziek, van de Beatles en alles wat er daarna in Amerika gebeurde, San Francisco, hè, Love, Peace and Happiness. Dat vond ik machtig interessant allemaal. Ja. Dat was mijn wereld, daar vluchtte ik in. Ja, maar het was natuurlijk ook Love, Peace and Happiness en wat drugs erbij. Ja. Ja, maar dat realiseerde me helemaal niet in die tijd. Nee, natuurlijk niet. En is het ook leuk en spannend. Zo keek ik er ook wel naar. En heb je het, denk je, al helemaal niet in problemen of moeilijkheden. Ja. En ja, je zei, je rookte wel eens een jointje. Nou ja, goed, dat doen wel meer mensen, maar ja. Dat was in de tijd dat ik de popjournalist was. Ja, ik bedoel, zat ik in de kleedkamer met een band en die zaten allemaal te blowen. En dan ging het de joint naar mij toe. Ja. Maar ik had daar op dat moment helemaal niks mee eigenlijk. Nee. Dus als het wel was of niet was, gebeurde er ook. Het maakt me niet uit. Ik heb ook wel eens een keer een lijntje cocaïne genomen toen ik bij de Hitkrant werkte. In het laatste jaar heb ik dat gedaan. Toen was ik, maar het was niet zoals bij jou. Bij mij was het wel zo, bij de eerste paar keer dat ik echt de serieuze drugs gebruikte, dat ik echt zoiets had van, wauw, zo wil ik me altijd voelen. Nu klopt alles en al het gedoe van, hè, maar gemis van mijn vader, de ruzies thuis. Ja. Alles was eigenlijk opgelost, maar dat is niet wat ik zeg maar bij jou. Het klinkt anders bij jou. Nee, het is anders. Het is kijk, jij was echt, jij ging tot het gaatje. Echt een juk. Jij was gewoon, hè, wat fijn dat je die tijd, ja, ik ken je wel in die tijd. Dat zullen we zo misschien nog wel over hebben.
Maar ja, weet je, het gaat niet om de kwantiteit van gebruik die ervoor zorgt dat je verslaafd raakt. Het gaat om de negatieve kwaliteit van de verslaving. Leg uit, ik vind het mooi. De negatieve kwaliteit, daar bedoel ik mee. Ja. Dat zijn alle dingen die eigenlijk bij een verslaafde horen. En dan heb ik het over liegen, bedriegen, manipuleren, alles naar je hand zetten, je isoleren, je vrienden vergeten, je vrouw niet agressief behandelen, maar niet goed behandelen. Nee. Want ik was er niet voor de moeder van mijn kind. Ik zat altijd in mijn eigen, ik zat toen al in mijn eigen wereldje. Ja. Maar nu met die drugs, zoveel jaar later, werd het natuurlijk helemaal een soort circus. Een surrealistisch circus. Ja. Nou, dus alle eigenschappen die, weet je, ik ben uitgegaan. Ik ben ook gek van dansmuziek. In de jaren 90, ik werkte dan bij Playboy, toen ontdekte ik House. Ja. Vond in het begin helemaal niks. Nee, net zoals ik het nog steeds niks vind. Nee, maar dat weet ik, want ik stuur ook geen mixjes meer naar je. Ik vond het niks, omdat ik hield van Steely Dan en ik hield van Urban the Fire. En wat anders, ja. En dat is andere koek, hè. Dus, en ik vond echte muziek. Maar dat is ook zo. Dat is ook echte muziek. Maar toen nam ik ooit zo'n ecstasy-tablet. En toen begreep ik het helemaal natuurlijk. Begreep je die muziek opeens? Ja, ja. Ja. Maar ik denk dat meer mensen dat herkennen. Ja, ja. Ja, toen begreep ik het. Ja. En dat laat je. Maar de grap is, en dat is dan wel leuk, terwijl de rest helemaal niet leuk is natuurlijk. Verslaving is vreselijk en verschrikkelijk. Maar wat leuk is dat ik het nog steeds begrijp, die muziek. Dus klaarblijkelijk, alsof ik net als Obelix in Asterix in zo'n pot met toverdrank ben gevallen, weet je wel. Ik het nooit meer hoef te nemen om het nog mooi te vinden. Maar het is toch een beetje dat bepaalde elementen dan bij elkaar zeg maar een puzzeltje maken, waardoor het dan wel erin klikt. Je hebt dan dat ecstasy-tabletje en dan die housemuziek en een bepaalde sfeer en misschien een mooie vrouw erbij. Ja, ja, nou dat is de precies wat zo fijn is. Ja, dat begrijp ik. Maar het is niet goed voor je. Nee. Nee, maar goed, nou stel, en dit is geen reclame mensen, maar want ik ben natuurlijk, dat hoef ik niet uit te leggen, tegen het gebruik van eigenlijk alle middelen, omdat het gewoon niet goed voor je is, ook niet af en toe. Ja. Maar nou ja, je zou dat wel af en toe doen. Ja, wat is het probleem? Maar hoe ging dat dan bij jou, zeg maar? Nou, het werd het steeds meer of hoe zag dat eruit? Het werd niet echt meer. Misschien werd het zelfs in de loop der tijd een beetje minder. Hm. Maar de grap was dat die verslaving me wel mentaal op een niveau had gebracht waarbij ik absoluut niet gelukkig was. Weet je, omdat ik natuurlijk niet eerlijk was tegen de moeder van onze dochter. En niet eerlijk was tegen mensen. En altijd, want er moest niks tussen jou. Ook al was het een pakje per week. Maar er moest niks tussen jou en dat pakje komen. Want dat was jouw ding, weet je. Dus als mensen er iets voor zeiden, raakte ik ook echt buiten zinnen vaak. Dat ik dacht van, what the fuck, weet je. Ja. Maar wat ik net wilde vertellen, even terug. Naar het moment Waar merk je dat nou aan? Weet je? Nou, gewoon hoe ik me voelde. En dat was, en dat realiseerde me ook niet, dat hoe ik me voelde het gevolg was van mijn handelen. Dus dat ik niet zuiver op de graad was. Dat ik stiekem ging gebruiken. Dat ik, als er een pakje, dat gebeurde vaak, dat een leeg pakje op de grond lag in huis. En de moeder van mijn kind zag dat. Dat ik gewoon zo hard, klashard loog tegen haar. Dat ik tegen haar zei hoe erg dat is van, nou, dat is misschien voor je vriendin geweest die hier gelogeerd heeft. Dat is heftig. En dat is heftig. En het dan zo vertellen dat de moeder van je kind het gelooft ook nog. Ja. Want je wil alles vermijden dat je betrapt wordt met datgene waar je zo van houdt op dat moment. Ja, maar dat is wel echt een kenmerk voor verslaving. Ik ben ergens ook blij dat je dit vertelt, want nogmaals, ik heb het al benoemd, maar heel veel mensen denken toch, een verslaving is iemand die elke dag van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Maar dat is het niet. Maar vooral dat stiekem doen erover liegen. Stiekem doen over liegen. Maar ook één keer in de week of twee of drie keer in de week. Ja. Maar wel het moment dat het ook dan toch moet gebeuren. Ja. Dan moet het ook gebeuren. En dan heel gek, weet je. Dan weet je gewoon dat het fout is wat je doet. En dan rij je toch met een blij gevoel naar huis als je net bij de dealer bent geweest. Ja. Dat is zo bizar is dat. Ja. Het lijkt net alsof je verstand wordt uitgeschakeld, weet je. Nou ja, je weet wat voor gevoel het gaat brengen. En dat is natuurlijk wat belangrijk is om te weten. Dat middel. Het gaat natuurlijk om het gevoel dat het geeft. En dat gevoel, als je dat ergens kan kopen in een pakje, in een pilletje of wat dan ook. En dat is natuurlijk ook omdat ik
op dat moment, dat is die wisselwerking, op dat moment natuurlijk al niet lekker in mijn vel zat. Was die cocaïne natuurlijk ook een pijnstiller. Mm. Want die zorgde voor de verdoving van het gevoel dat ik had. Mm. Dus dan werd het dubbel. Ja. Het werd elkaar in de hand. En ik hoor je zeggen van het was dan een ecstasy-pilletje. Maar goed, het was dan allemaal niet zo schokkend, hè, ja, zoals jij het vertelt. Ja. Maar op een gegeven moment kwam daar toch een andere drugs bij. Ja, kwam cocaïne bij. Ja. Nou, dat is ook. En dat is het. Ik weet dat jij er anders over denkt dan ik. Maar ik vind als verslavend middel, vind ik ecstasy nou niet bepaald heel hoog in de top 10 staan van hele gevaarlijke middelen. Maar wat bloedgevaarlijk is aan die ecstasy, is dat je grenzen vervagen. Op het moment dat je het neemt, ben je zo up, dat je denkt dat je ongenaakbaar bent. En wat ga je doen? Cocaïne gebruiken. Nog meer dan anders. En er komt nog iets bij kijken. Op de dinsdag, dus ik zaterdag ecstasy gebruikt had. Ja. En op de dinsdag, want je ging zo sky high. Er moet een moment komen dat je zo gaat. Dus er was een dag, en dat was de dinsdag of de woensdag. Ja, de maandag ging nog wel, toen was je nog een beetje aan het spacen. En dan de dinsdag en de woensdag, nou, dan kreeg ik een knalletje. Ja. Kleine dip. En waar ging ik die dip dan mee bestrijden? Met de upper, cocaïne. Ja. Dus ik ging op dat moment ging ik dus ook door de wees gebruiken. Dus dan was het zaterdag en dan werd het dinsdag en woensdag. Ja, dit is zo'n bekend verhaal. Dat breekt de week, hè? Ja. Dat breekt zo lekker de week. Ja, dit is zo'n bekend verhaal van heel veel mensen die ik hoor. Zeker tegenwoordig ook heel veel jongeren, maar ook alle leeftijden. Mm. Inderdaad dan mensen die dan toch gewoon werken en hun ding doen, maar dan door de week of eigenlijk aan het bijkomen zijn een paar dagen en het weekend toch wel stevig gebruiken. Mm. Nou, je bent gewoon niet fris maandag. Dus dan wordt of mensen zijn gewoon 2-3 dagen niet aanspreekbaar. Nou, woensdag inderdaad, donderdag, dan trekken ze een beetje bij. En vrijdag gaat het gezonde begin weer. Ze weer gebruiken. Ja. Ja. Ja, het is eigenlijk heel bizar. En weet je, ik denk ook echt, en dat is misschien even een zijstapje, dan komen we weer terug bij de lijn. Dat er zijn veel, veel meer mensen verslaafd dan menigeen denkt. En het heeft ook te maken met wat ik je vertelde. Dat het een ziekte is die doet geloven dat je niet ziek bent. Ik weet het. Dus daarom is deze podcast. Ja, nee, precies. Maar ik denk dat als er echt een keer goed onderzoek wordt gedaan, want dat is ook echt een gebrek in Nederland, vind ik. Ja, als er echt een goed onderzoek wordt gedaan, dan gaan we schrikken. Ja. Je weet het zeker. Nou ja, ik weet het. Ik zeg het vaak. Hè. Er zijn om en erbij 2 miljoen mensen ongeveer in Nederland met echte serieuze verslaving. Plus, en dat zei Daan Denik in een van de andere podcastafleveringen, dat er dan nog een paar miljoen zeg maar probleemgebruikers zijn die een doseringsprobleem hebben. Dat klinkt heel mooi. Ja, dat is mooi, ja. Want ik had ook 25 jaar lang een doseringsprobleem. Ja. Ja, ten koste van, ik vind die scheidslijn is natuurlijk heel dun. Wat is een verslaving, een doseringsprobleem? Ja. Maar goed, voor mij is het een beetje hetzelfde. Maar vertel nog even, Mick, van de 21 jaar Playboy dan, hè, zelfs ik, denk dan, mooie vrouwen, reizen, fantastisch leven, top of the bill. Ja, dat speelde ik heel goed. En dat zeg ik met nadruk, speelde het heel goed. Want ik vertelde je al dat ik eigenlijk vanuit mijn jeugd, door een nare gebeurtenis. Weet je, want met 13 jaar is een lange tijd als je vader niet ziet. Zeker als je hoopt dat hij om de zoveel weken toch komt, weet je. Ja, en hij komt. Dat is een lange tijd, hoor. Ja. En wat er dan speelt, dat ik toen in een soort van fantasiewereld kroop. Maar die is aan blijven houden. En Playboy is de fantasiewereld, toch? De fantasiewereld. Maar ja, maar die hitkrant, weet je. Ja. Praat met popsterren. Ja. Kijk, ik verwezenlijkte het wel. Ja. Maar het kwam wel voort uit wat ik in mijn fantasie wilde. Ja. En ik wilde natuurlijk graag die hedonistische playboy zijn. Ja. Maar dat ben ik helemaal niet. Nee, hedonistisch, seksdrugs. Seksdrugs en rock'n'roll. Nou, ik heb het allemaal wel gedaan. Ja. En ik vond het niet verkeerd. Maar het maakte me ook niet echt super gelukkig. Want toen ik werkte bij Playboy, dacht ik van, ik werk hier, ik vind het fijn en leuk en noem maar op. Ja. Maar ik wil eigenlijk iets anders. Maar ik wist niet wat. Weet je, dus toch altijd on the move. Dat is ook zoiets met die verslaving. Dat je zo onrustig bent. Ja verschrikkelijk. Ja. Nou, nee, maar dat weet ik. Ik heb natuurlijk op mijn manier ook zo'n, en het klinkt allemaal heel stoer. En zo wil ik het eigenlijk helemaal niet laten overkomen. Maar ook een seks, drugs en rock'n'roll leven gehad. Maar elke keer als je eraan toegeeft, wordt de eenzaamheid eigenlijk steeds groter. En ik kan me ook een moment herinneren. Dat was ik niet zo oud.
een jaar of 30. Ja. En dan zat ik in Amsterdam en had ik ook hier gespeeld en daar gespeeld en toestanden, vriendinnetjes en gedoe. Ja. Maar dan zat ik op een gegeven moment toch alleen op de bank en dan die leegte wordt eigenlijk alleen maar groter. Dat is natuurlijk wel het gevolg van zo'n levensstijl. Klopt. En omdat ik natuurlijk, kijk, ik kan niet anders zeggen dat ik altijd, ja, de mazzel dat ik echt wel zo goed als leuke vriendinnen gehad heb in mijn leven. Maar die eenzaamheid was ook met die vrouwen nog zo groot, omdat ik eigenlijk ook niks kon delen met ze. Omdat ik natuurlijk ook, ik deed dingen stiekem. En ik was door mijn gebruik, word je toch een beetje oppervlakkiger. Je komt niet heel dicht bij je gevoel. Je kan niet je hart laten spreken, bijvoorbeeld. Nee. Dus die relaties die waren natuurlijk emotioneel, waren ze flinterdun. Doordat ik zo was. Ja. Dus de echte Mick te laten zien is lastig of ging eigenlijk niet? Ik ga straks advertenties zetten dat de echte Mick is geboren. Hoop ik dat ik allemaal kandidaten krijg. Hij heeft volgens mij ook kandidaten genoeg gehad. Maar hey, even terug en iets wat in mijn herinnering toch wel heel groot indruk heeft gemaakt. Ja. Dus om te lachen en te huilen tegelijk. Ja. Is de keer dat ik, inderdaad, jij woonde in de Kalvertoren. Ga niet dat verhaal vertellen? Ja, ik ga wel het verhaal vertellen. Je woonde in de Kalvertoren. Ja. Ik liep letterlijk langs de straten. Ik had weer geen geld, maar wel behoefte aan nog meer drugs. Ja. En ik wist, ja, op de een of andere manier had ik het, ik had nog, dat was volgens mij, ja, ik weet niet, het is lang geleden. Want hoe lang is dat geleden, hebben we het over? 2000, daarvoor? Ja, dat was voor 2000. Ik woonde met mijn toenmalige vriendin, woonde ik in 1998 in de Kalvertoren. Ja, nou, dus heel lang geleden. Ja. En ik wist ergens, ik had jouw nummer of jouw adres opgeslagen. Nou, ik ben heel creatief als je geld nodig hebt. Je gaat alles bedenken. En we kenden elkaar wel, maar er was niet de vriendschap zoals die nu wel er is. En ik heb toen aangebeld bij jou. En het was echt wel laat, zaterdagavond, 11 uur, 12 uur, zoiets. En met een verhaal natuurlijk om gewoon heel leuk. Hé, Mick, hoe is het al lang niet gezien en gezellig? Ja, als je, wat even onderbreken. Ja. Je bent op dat moment charmant. Omdat je drugs. Ja, manipuleren en charmeren. Ja. Dat kon ik enorm goed in die combinatie. Ja. Maar inderdaad, je had toen ook een mooie vriendin. Leuke vriendin, gezellig. Wat gegeten, wat gedronken bij jou. En toen kwam de hamvraag. Toen zei ik, ja, Mick, ik heb een wielklem. En voor de mensen die niet weten wat een wielklem is. Dat was vroeger zo'n, kreeg een heel groot metalen, ja, gele ijzeren gevaarten om je wiel heen. Dan kon je wegrijden. Dan kon je niet wegrijden. Als je gewoon niet geen parkeergeld had betaald. Nou, het gaat tegenwoordig allemaal anders. Je kon het wel, maar je hele auto was daar goed. Nou, dat zou geen, en het kostte echt veel geld. Ja. Dus ik vroeg aan jou, het was toen nog gulden. Dus kan je 100 gulden lenen, want de wielklem. Ja. Nou, dat heb je toen heel lief gedaan. Ja. Alleen, ik had natuurlijk helemaal geen auto. Ja, we kunnen nu om lachen. Ik had gewoon geen auto. Ik vond het is wel een goed verhaal. Maar ja, dit soort dingen deed ik natuurlijk regelmatig. Maar toen was wel, ja, het was. Je hebt me nooit terugbetaald trouwens. Hè? Oh, dus zal ik een tikkie sturen voor 50 euro? Graag in twee keer. Ja. Ja, maar goed, dat was wel. Eigenlijk zat ik in een verslaving. Maar ja, eigenlijk ook. En ik zat ook in ontkenning ervan. Maar goed, ja. Nee, ik ook. Ja. Weet je wel? Want ik had het met mijn vriendin daar nog over. En ik zei van, ja, misschien is het wel voor drugs, hè? Dat zou kunnen. Maar ja, dat vroeg ik me niet meer af. Want ja, ik geef ook wel eens geld aan dat je zwerver was. Ja. Maar ik geef ook wel eens geld aan zwervers. Ik geef ook wel eens geld aan zwervers. En misschien kopen ze er ook drank voor, of wat dan ook. Maar toch, op de een of andere rare manier, kan ik ook heel streng zijn en zeggen, nee, ik geef geen geld. Nou, zo streng ben je niet. Nee, maar goed. De softie. Nee, maar hey, en wanneer is er nou een moment gekomen bij jou dat jij dacht van, ja, dit loopt uit de hand of? Nou, dat emotioneel wist ik dat al, maar ik kon het niet linken aan mijn cocaïnegebruik. Omdat het niet, kijk, je denkt, net wat je zei, ik dacht ook van, ja, maar een verslaafde die kan niet meer stoppen als hij een pakje cocaïne heeft gekocht. Ja. Dan moet hij meteen, als het op is, meteen weer een andere en dan weer een andere en een andere. Weet je, die bestaan ook. Ja. Maar ik was niet zo. Nee. Ik kon ook gewoon 2 weken niet gebruiken. Hm. Maar het is wel zo. Kijk, op een goed moment, dan ben je geestelijk ongelukkig. Of althans, je voelt je niet lekker in je vel. Zeg maar die spirituele bankroet, hoe je het kan noemen. Ja. En dan als je dat hebt,
dan merk je dat dingen gaan afbrokkelen. Want dan merk je dat niets meer leuk is. Zelfs het gebruik niet. Snap je? Dan is helemaal niks meer leuk. Dan zit je in een fase van... Ja, en dan omdat je dus... ik was niet gelukkig. Dus hoe kon ik in godsnaam mijn gezin gelukkig maken? Dat is ook onmogelijk. Ja, want hoe merkte je omgeving aan jou dat jij te veel gebruikte, te vaak gebruikte? Nou ja, wat ik vergeten was te zeggen over mijn jeugd is dat... en dat is geen verwijt, want ik hou van mijn familie en ik draag ze op handen. Maar vanaf mijn jeugd was er niet echt veel communicatie over dingen. Er werd niet over je hart laten spreken. Dat werd nooit gedaan. Alles werd een beetje met de mantel der liefde bedekt. Ja, ik noem dat altijd de mantel der ontkenning. De mantel der ontkenning, ja, precies. Ja, gewoon werd niet over gesproken. Ja. Werd niet over gesproken. En dat zette zich voort... Toen ik duidelijke kenmerken van verslaving had. Hè? Die depressie, dat teruggetrokkene, dat jachtige. En ik zag er slecht uit in die tijd, ook grauw. Ja. Hè? En dat werd ook ontkend. Want dat wilden ze niet zien. En dat is geen egoïsme van ze. Dat is gewoon, dat kunnen ze niet. Nou ja, ik kan dat ook heel moeilijk hoor. Ja. Steeds beter en beter, maar ik heb er ook problemen mee. Ja, maar dit is zo het standaard probleem wat ik bij alle families hoor. Ja. En partners en... Natuurlijk mensen zelf, hè, en dat wordt is me al een hele tijd duidelijk, maar het wordt steeds zichtbaarder, dat inderdaad degene met de verslaving en de familie of de partner naast precies hetzelfde gedrag laten zien. Ze allemaal in ontkenning, niet willen toegeven, of het wel zien, maar het toch niet over hebben. Dus jij werd niet geconfronteerd door vrienden of familieleden van... Nee, ook niet echt, nee. Niet nee. echt van, hé, Mick, nee, maar die is maar dat is ook zoiets, dat isoleren heeft ook een reden, vele redenen. Maar een van de redenen is dat je eigenlijk het liefst je vrienden niet meer onder ogen wil komen. Dus ze kunnen ook niet van je zeggen van... Hey Mick, wat ben jij nou mee bezig? Ik had langzaam brokkelde dat contact helemaal af. Ja, maar dat klinkt ook wel een beetje als een dubbel leven. Hè? Dat je aan de ene kant zeg maar even Mr. Playboy bent, tussen aanhalingstekens. Ja. En aan de andere kant eigenlijk ook wel stiekem op het toilet zitten maar, snuiven en dingen. Dat klopt, absoluut. Alleen in de Playboy-tijd, of zeg maar in de Playboy/uitgaanstijd... Ja. Dat ontdekte ik dansmuziek. Die ging een beetje gelijk op, hè. Toen had ik wel best wel vrienden. Maar het ging juist op het moment dat ik steeds ongelukkiger werd met het leven dat ik leidde. We kregen een dochter in 2007. Inmiddels 15. Echt een geweldig meisje is het. En dat vond ik heel... Ik bedoel, ik was niet tegen de bevalling. Helemaal niet. Maar ik moest wel even slikken. Want ik was 50 toen zij ter wereld kwam. En dan heb je... Een soort Playboy-tijd achter de rug. En een hedonistisch bestaan. En dan opeens ben je echt gewoon een huisvader. Ja, dat is. Weet je, en dan heb je een relatie van je vrouw. Of je mijn vriendin in die tijd. Je vriendin en jij, dat is dan dit. Dan komt er een dochter bij. En dan gaat die aandacht ook daar naartoe. En dat was voor mij heel ingewikkeld. Ja, want? Waarom? Nou, ik heb sowieso een beetje. Dus een statement. Ik heb een beetje ADHD. En als je. Gewoon als gevoelens, grote veranderingen, dat vinden we toch wel heel moeilijk. Nou ja, en het is ook, en spreek nu even voor mezelf, niet voor jou, maar ik weet dat verslaving is primair iets wat gaat over mij. Ik heb er wel zin in, ik voel me slecht, ik voel me goed. Het gaat alleen maar om ik. Hoe ik, ja, precies. En als er dan opeens iemand bij komt die heel veel aandacht en liefde nodig heeft, dat is lastig. Klopt. Dus moeilijk. Dat inderdaad er voor iemand anders zijn, is in mijn beleving iets wat iemand de verslaving slecht kan. Dat dan heel slecht en... Ik deed de dingen met onze dochter. Maar er zat geen echte drive achter. Er zat geen echte vreugde achter om het met haar te kunnen doen. Zoals ik nu dat wel heb. Ja. Ik vind het geweldig. Ik ben een tijdje geleden met haar naar Billie Eilish concert geweest. Dat zal ik nooit vergeten. Ja, was fantastisch. Je hebt het opgestuurd op de app. Ja, fantastisch. En dat was ze zo blij ook. Daarna was het concert voorbij. En toen omarmde ze me huilend. Ze zei ze, papa, ik ben zo blij dat je dit gedaan hebt. Dat is toch fantastisch. Ja, dat is fantastisch. Dus met geen geld te koop. Nee, absoluut. Maar dat is zo belangrijk dat je dan dus op zo'n moment er wel echt bent. Ja. Hè? En dat je dan echt voor de kan zijn. Ja. Maar dan moet je er eerst voor jezelf natuurlijk kunnen zijn. Het is zo. En ik verwarde dat. Want ik dacht in het begin van... Oké, ik ben een soort van... ik ben een egoïstische, hedonistische
Playboy. Want Playboy, dat is natuurlijk eigenlijk helemaal... bedoel, men vindt dat fantastisch, maar anno nu is een Playboy eigenlijk gewoon een sukkel. Ja, nee, weet je? Het is een egoïstisch bestaan. Egoïstisch bestaan. Maar hoe stom is dat, weet je? Nou goed, maar... waar hadden we het over? Nee, maar we hadden het over... even kijken. Of je kan zijn voor je dochter in je omgeving en voor jezelf. Nee, maar dat is het punt. Ik weet wat ik wil zeggen. Ik dacht... een tijd lang, daar ging ik mezelf analyseren hoe ik deed en hoe ik was. Mm-hmm. En mijn acties, dacht ik van, ik ben gewoon een narcist. Weet je? Ik bedoel, kijk naar die Playboy-tijd. Ik was helemaal vol van mezelf. En het maakte me niet uit of ik een vriendin belazerde of niet. Nou, dat denk je, nou, dat kan toch niet? Maar dat is ook onderdeel van je verslaving. Je denkt, als je verslaafd bent en je gaat analyseren, dan denk je dat je 10 persoonlijkheidsstoornissen hebt. Echt serieus. Ja, nou, ik vind 2 al genoeg. Maar, of 1 zelfs. Maar het hoort allemaal bij verslaving, het egoïsme. Ja, jij noemt het dan narcisme, maar het is herkenbaar. En ja, gewoon eigenlijk alleen maar je eigen behoeftes najagen om dat lege gat op te vullen, wat niet opvulbaar is. En de ellende wordt steeds groter. Ja, maar goed, je bent ook, ik weet nog, we hadden een... ik kwam op een gegeven moment in herstel. Want jij bent nu bijna 10 jaar in herstel. Ik ben 13, 15 toch? Nee, laten we niet overdrijven. Vanaf 2010, 20 juli 2010. Je bent 30 jaar in herstel. Ja. Nee, is 12 jaar. 12 jaar. En, bijna 12,5 jaar. Oké. Okay. In januari is dat. Met je zoon. Maar toen, kwestie van doorheen gaan en doorgaan en doorgaan. Maar op een gegeven moment gaat dat ook vanzelf, gelukkig. In het begin is het heel lastig. Ja, dat weet ik. Maar ik weet, ik was 2 jaar in clean en in herstel. En toen kwam je bij ons eten met je toenmalige vrouw. Ja. En toen hadden we gesprek, ik weet niet meer, maar jij vond het wel steeds minder leuk worden. Want het ging over jouw gebruik. Dat jij ook gebruikte. En dat het toch wel uitzag alsof je ook een probleem had. Mijn ex-moeder van onze dochter. En jij, die hebben een hele belangrijke rol gespeeld. En Mar ook natuurlijk. In het mij doen beseffen dat ik verslaafd ben. En dat hebben jullie heel goed gedaan. Want in de meeste gevallen is daar gewoon bijna een soort... ME voor nodig. Een soort rampkraak. Ja, precies. Met zo'n stormram naar binnen, weet je. Maar het is echt zo. Dus het is vaak heel moeilijk om iemand te overtuigen van het feit dat hij verslaafd is. Daarom is de eerste stap heel belangrijk van herstel. Ja. Maar dat je herkent dat je verslaafd bent. Dat wil je toch helemaal niet horen dat je verslaafd bent. Dus ik weet nog dat etentje, en het was geen vooropgezet plan van nou, Mick komt, we gaan eens even met z'n drieën in de hoek zetten met die verslaafd. Nee. Maar dat ging zo. Dat ging zo, ja. Dat is vriendschap. Ja. Ik moet ook iemand vertellen wat er aan de hand is. Hè? Als je van hem houdt. Ja. Wat veel mensen ook eigenlijk ben jij een van de weinigen, maar dat kwam ook omdat je wist dat ik verslaafd was. Ja. Ben een van de weinigen die ik heb toegelaten in mijn leven toen. In die jaren. Echt serieus. Ja. Dus, misschien omdat je ook weet dat ik dat probleem ook had. Ja. En heb. En kende. Ja. Maar, en toen ben je... nou, toen een beetje morren en knorren, want vond het niet heel leuk. Maar toen ben je in actie gekomen. Ik weet niet hoeveel later, maar toen ben je naar Castle Craig geweest. Nou, in Gotland. Daarvoor ben ik wel nog opgenomen geweest in de crisisopvang. Omdat ik zo depressief was dat ik echt gewoon, dat weet jij. Ja. Heb je nog een wandeling met me gemaakt? En toen kwam het besef. En dan, weet je, en niet meer kunnen slapen ervan. En dat is ook een soort wisselwerken. Want als je niet slaapt, word je gek. Ja. En ik sliep bijna geen nacht, hè, toen. Dus toen ben ik opgenomen en in die tussentijd, toen ik opgenomen was in de crisisopvang in Haarlem, toen ben ik met de moeder van onze dochter naar Castle Craig gegaan, voor een intakegesprek. Ja. En daar zeiden ze tegen mij, en dat vond ik echt wel, moest ik echt wel slikken, van je bent al zo lang verslaafd eigenlijk. Dat is niet weg in een paar weken. Nee, dus we nemen je 4,5 maand op. Dat is best een tijd, hè? Ja, dat is heel lang. Ja. Dat werd toen nog vergoed, nu niet meer, denk ik. Dat is helaas. Ja, helaas. Maar goed, het is 4,5 maand, dat is een hele tijd. Hele tijd. Ja. En daar heb ik... die depressie had ik al voordat ik naar Castle Craig ging. Ik kon vrij snel kon ik er naartoe. En dat was voor mij echt de eerste maanden, maar echt een hel voor me. Ja, want? Waarom? Omdat ik was zo down. En ik had... Ik voelde al dat mijn relatie voorbij was. Dan kom je terug uit Castle Craig. Dan moet je naartoe. Je hebt geen baan. Je hebt financieel er een soepzootje van gemaakt. Je kan niet terug naar huis. En dat is begrijpelijk, weet je. Mm. Ik bedoel,
Mijn ex heeft het heel zwaar gehad met me. Ze heeft het echt nog lang uitgehouden met me, wat dat betreft. Ja. Dus, weet je, dan ben je niet vrolijk. Dan zit je daar niet op je gemak. Mm-hmm. Ja. Maar op het moment dat ik... Want er kwamen dan elke dag kwamen nieuwe jongens binnen. En wat zei ik dan weer? Wauw, al die junks hier. Dat dacht ik. Terwijl ik zat er zelf. Ja, maar dat is zo bekend, ja. Ik bedoel, dat is toch... Maar... En dus ik ging die mensen een beetje... Hè, met als resultaat dat ik me steeds eenzamer ging voelen. Pas op het moment dat ik overeenkomsten ging zien... tussen mij en die andere jongens... en ik contact zocht en we gingen lachen met elkaar... toen werd ik ook een ander mens. En zo zie je maar hoe belangrijk het is... om contact met mensen te hebben. Ja. Een goed contact, een leuk contact, een fijn contact. Nou ja, maar ook wat je zegt... en wat natuurlijk voor mij geen nieuws is... maar dat je, als je wil stoppen met de verslaving... moet je dat vooral niet alleen doen. Nee. Want dat, weet je, dat, je kan wel stoppen met een middel... maar dan wordt het vaak nou ja, op je tanden bijten... en ergens doorheen hakken. Maar dat is geen herstel. Nee. En het verandert ook niet echt. Nee. Behalve dat je stopt en vaak daarna ook weer vrij snel kort terugvalt. Ja. Maar dus die overeenkomsten met de andere mensen zijn belangrijk... En maar ja, 4,5 maand. Ja, dat is pittig. Tijd. Wat ik ook heel mooi vind, jij zei laatst tegen mij, het vond ik zo'n mooie metafoor, als dat het goede woord is, van die auto die je rijdt. Dat moet je even vertellen. Ja, oké. Ik zie het zo, hè, of daarom is herstel zo allerjezus moeilijk. Het is echt niet makkelijk. Ja, ik weet het. Er zijn ook best wel veel mensen die gewoon het niet redden gewoon. Dat is triest, maar het is wel de harde waarheid. Kijk, dat heeft alles te maken met deze metafoor die je zo mooi vond. Ga ik vertellen. Het is als je in gebruik bent, actief gebruik, dan zit je in een auto. Het raampje staat open. En alles wat binnenkomt, blauwe enveloppen van de belasting. Problemen met die je niet oplost omdat je lid van de uitstellers bent. Dat gooi je allemaal achterin op de achterbank. Kassabureaus, deurwaarders. Alles, weet je. Hypotheek niet betaald, je kent het wel. Nou, op het moment dat je in herstel gaat, dan eigenlijk in principe ga je keihard op de rem staan. Nou, dat doe je ook in die auto. Ja. En vervolgens, alles wat op die achterbank ligt, dan komt er een lawine over je heen. Dus je staat opeens van, oeps, weet je. Je moet het nu gaan oplossen, zonder verdoving. Mm. Nou, dat is heel pittig. Het is heel pittig en daarom doen de meeste mensen dat ook niet. Nee. Daar maken ze, dat is precies wat ik altijd deed. Ik ging dan 50%, 40%, 60% in een behandeling, maar nooit 100%. Want dan kwam alle shit naar voren. Nou, daar had ik geen zin in. Nee. En dan was het te moeilijk, te zwaar. En dat is toch typisch wat... Hè, verslaving gaat zoveel meer over dan alleen maar een middel. Dat is eigenlijk typisch voor mij, zoals ik verslaving zie, is het niet aangaan van de dingen zoals ze echt zijn. Ja, dat is het. Dat is het eigenlijk. Dat zeggen ze ook mooi bij de 12 stappen altijd. Hè. We konden het leven niet onder ogen komen zoals het was. Ja. Hè, maar herstel is dus dat juist wel doen. Dat juist wel doen, ja. En als je er een heel lange zootje van hebt gemaakt, dan komt die achterbank met al die rommel, die komt aardig naar voren toe. En als we nu naar jou teruggaan, want wat ik super mooi vind is... Nou, je hebt allemaal hele spannende dingen gedaan in je leven... met heel veel bekende mensen en de Playboy en de popsterren, filmsterren. Maar nu ben je bijvoorbeeld vrijwilliger van het jaar in Zandvoort... Ja. Omdat je dinsdagavond in het herstel... herstelgroep bij Pluspunt hier in Zandvoort. Ja, dus mensen met de verslaving die in de buurt wonen... Ja. Kunnen op dinsdag zitten. Zeker, dat is supermooi. Ja. En je schrijft newsletters. Nou, ik schrijf voor Castle Greg, waar ik zelf gezeten heb. Columns, ja. Columns, wat ik nog steeds echt fantastisch vind. Laatst hadden we een soort personeelsuitje... Ik was nooit meegegaan, omdat ik altijd druk had. Maar ik ben dit keer meegegaan. En toen realiseerde ik me op dat moment dat we aan het golf... is een soort heel raar golfspel met allemaal speciale laserlichten. Ja, met je golf. Ja, dat was het. Maar dan met lasertechnieken. Ja, dat was heel bizar. Maar toen dacht ik bij mezelf van... Het is toch wel opmerkelijk dat ik als een depressieve man naar Castle Greg ging. Ja. En nu zoveel jaar later... ben ik gewoon onderdeel van dat het bedrijf. Maar dat is wat herstel is. Dat is toch bizar? Ja, maar dat is wat herstel is. Dat zeg ik ook wel eens tegen Margreta. Waar ik werk, dat eerst was ik de patiënt... en zat ik zeg maar achter de deuren. Mm. En nu heb ik de sleutel en de code van het alarm. En doe ik 's avonds de deur dicht. Dus dat is...
Het is bizar. En onvoorstelbaar 20 jaar geleden was dat, dat ik dat zou kunnen doen. Of jij. Nee, ja. Ik had gezegd, als ze het hadden gezegd tegen mij, 30 jaar geleden in de Roxy, dat ik op een goede dag vrijwilliger van het jaar Zandvoort zou worden. Had ik gezegd, voelt ze aan je voorhoofd. Andere mensen helpen. Ik ben het centrum van het universum. Dat dacht ik toen. Ja. Nou ja, wat ook heel mooi is, toch even benoemen, want je bent journalist en schrijver, dat je nu een newsletter maakt voor Sera en Sana. René, dat is zo fantastisch. Dat doe ik met zoveel plezier. Want ik ga elke week naar Serosano in Amersfoort. En om de twee weken naar Krimpen. Want die groep is daar groter. Mm-hmm. En wat doe ik dan met de cliënten? Ik heb dat bedacht. Ik maak een newsletter. Een standalone newsletter. Want de meeste newsletters die je verstuurt, die linken door naar de site van degene die hem verstuurt. Maar dit is gewoon een lange newsletter met alle stukjes erin. En we bedenken een onderwerp. Zij schrijven het. En ik geef het vorm. En als je dan leest wat ze schrijven, jonge mensen. Ik bedoel, ik krijg soms stukken. Nou, ik mocht willen dat ik zo schreef bij de Hitkrant bijvoorbeeld. Echt gewoon hartstikke goed. Ja, en ook omdat ze natuurlijk ook heel erg bezig zijn met een soort zelfonderzoek. Spiegelen ze ook heel interessante dingen. Ja, maar ja, het is heel oprecht en authentiek. Ja, en ik vind het fantastisch. Als ik die stukjes lees, dan echt, soms raak ik gewoon echt ontroerd. Dan denk van, wat is het leuk. Ja, maar het is ook zo fantastisch dat jij dat nu doet. Hè? Want ja, nogmaals, met alle respect, zo'n Playboy klinkt helemaal leuk. Maar het gaat natuurlijk nergens over wezenlijk. Nee, nee. En dit is helemaal low profile. Maar dit gaat juist heel extra. En nog even voor de mensen die weten wat Sera en Sana is. Zijn safehouses. En safehouses, ik heb ook niet bij Sera en Sana, maar ergens anders gezeten. Ja. Is een begeleid wonen voor mensen die een verslaving hebben. Ja. En die na een kliniek dan zeg maar nog een heel traject. Ja. Nou, voor mij heeft het ook enorm veel goed gedaan. En mij ook. Ja, jou ook. Want ik vertelde je net al dat ik gewoon niet naar huis toe. Want mijn huis was mijn huis niet meer. Nee. En terecht. Ja. Mij wilden ze gewoon nog niet thuis hebben. Wat ik wel begrijp. dus dat was... wat een fan ben je ook. Hè. Nou, luister. Dus ik kon nergens naartoe. Ik had geen geld, ik had geen baan, ik had niks. Ik kon moeilijk bij mijn zus gaan logeren, toch? Ja, nee. Weet je, dus ik moest naar een safe house. Ja. En dat werd geregeld in Castle Grey al. En dat heb ik hem in het begin ook niet zo lekker gevoeld. Maar daar ben ik weer tot een soort van wasdom gekomen. Kijk, eigenlijk heb ik de tools gekregen bij Castle Grey. En die tools heb ik gebruikt in mijn safe house periode. Mm-hmm. En soms met vallen, maar ook met opstaan. En op een goed moment, dat was bij Pret en Herstel. Ja. En toen vroeg de directeur daar aan me of ik misschien de Facebookpagina wilde vullen van het safe house. Ja. Dat heb ik gedaan. Ik had al die tijd niet geschreven en geen lust om te schrijven. Mm. En toen begon ik weer een beetje fun te krijgen in het schrijven. Ja. Dus dan begint langzaam die motor weer een beetje op gang te komen. Dat is fantastisch. Dat kan, dat die mogelijkheid is. Hey Mick, ter afsluiting, ik wil nog wat wijze dingen van je. Wat is volgens jou verslaving en wat is herstel? Oké. Iedereen die kijkt. Nou, voor mij verslaving is echt gewoon dat je zo niet dicht bij jezelf staat, dat je dat gevoel wil verdoven. Dat denk ik. Mm-hmm. En dat je en het is een ziekte. En wat ook zo is, is dat er iets is met ons beloningssysteem. Dat is echt fucked up. Want ik wil mezelf altijd eerst belonen met iets. Dus of het nou seks is of wat dan ook, hoewel ik heel lang droog sta nu. Maar wat het ook is, weet je, je wil jezelf altijd eerst belonen. Bijvoorbeeld als ik een stuk schrijf, dan wil ik eerst een leuk stuk schrijven en dan het mindere stuk. Met als gevolg dat je nooit maar het mindere stuk toekomt. Ja, eigenlijk dus alleen maar de leuke dingetjes. Alleen maar de leuke dingen in het leven. En die wil je eigenlijk verdubbelen met zo'n middel. Ja. Wat tegelijkertijd een soort verdoving is. Ja. Dus je kan op een goed moment niet meer zonder. Want en je hersenen die willen het. En je hele zijn wil het. Ja, maar dat is toch wat we net over hadden. Het is eigenlijk dan de fijne dingen aangaan en de moeilijke dingen om uit de weg gaan. Ja. En dat werkt dus niet. Dat is het probleem. En eigenlijk werkt natuurlijk, maak ik gelijk een bruggetje naar herstel, is precies eigenlijk het tegenovergestelde. Ja. Dat is eigenlijk de moeilijke dingen aangaan. Ja. En de fijne dingen die komen er vanzelf bij. Ja. Dat is een heel ander proces. Ja. En wat ik ook belangrijk vind van herstel, is dat je gewoon
Probeer het om voor jezelf te houden. Dat is zo belangrijk. Want daar kwam ik ook niet aan toe. Omdat ik dacht van, ja, maar wacht even. Ik hou al zoveel van mezelf. Kijk naar mijn Playboy-tijd. Maar dat was een heel ander soort houden van. Dat was eigenlijk houden van met een negatief effect. Mm. Nu echt oprecht houden van jezelf. Tevreden zijn met jezelf. Nederig zijn. Oké zijn en goede dingen doen. Weet je, daarom denk ik dat ik zo blij word van dat vrijwilligerswerk. Want het voelt goed. Ja, zo, maar dat is herstel. Ja. He, dat gaat niet, het is niet, je staat niet in de Telegraaf ermee in allerlei belangrijke dingen. Nee. Maar je doet iets voor andere mensen en dat geeft een goed gevoel. Ja. Dus dat is precies, eigenlijk, dat vind ik wel mooi. He, verslaving is eigenlijk jezelf blijven voeden met eigenlijk ongezonde dingen die de leegte groter maken. Maar blijven vullen en blijven nemen. Of het nou gamen, gokken, seks, drugs, wat het ook allemaal is. Alcohol, maakt niet uit. He, terwijl het eigenlijk geen, ja, het geeft 5 minuten voldoening, een half uur, misschien een paar uur, maar het geeft geen echte voldoening. Nee. En herstel is precies het tegenovergestelde. Klopt. Dus eigenlijk niet dingen tot je nemen, maar dingen gaan geven aan andere mensen. Ja. Jezelf wegcijferen, wat ook niet in, daar moet je echt aan wennen, hoor. Ik spreek uit eigen ervaring. Ik ook. Maar wat dan veel meer gewoon een echt goed gevoel gaat geven. Ja. Dat gaat toch weer om dat gevoel. Alles geeft een gevoel, en dat is dus heel belangrijk. Ja. Maar ik weet ook, en dat is heel moeilijk voor iedereen die in het begin in herstel is, of als jij een kind of familielid hebt die in herstel is, het begin is helemaal niet leuk. Daarom vallen ook zoveel mensen terug. Ja, precies. Doen een kliniek of we stoppen ermee. Nou, dat is dan in het begin is het even euforisch, dat weet ik ook nog wel. De vlag uit. Ja. Ik ben een maand clean. Ja, op een gegeven moment ben je 2 maanden clean. En 3 maanden denk je, nou is dit het nou? Ja, precies. Dus dat er doorheen gaan. Het doorheen gaan is heel belangrijk. Ja, daar is een safe house wel. We hebben al 2 in een safe house gezeten. Echt goed. Dit is wel reclame voor safe houses, maar als je die kans krijgt, is het een mooie extra mile die je kan lopen en meepakken om je herstel stevig te maken. Ik zie het ook bij Zero Sano, hè? Want ik doe het al geruime tijd. Ja. En dan zie je mensen die zitten daar een jaar en dan zie je ze binnenkomen en dan durven ze niet te schrijven en ze zitten een beetje... En dan na 6 maanden zit daar een heel ander personage. Ja, en dat is ook zo mooi van herstel, hè? Ja. De transformatie van een actieve gebruiker naar iemand die een tijdje lang clean is, is adembenemend. Ja. Dat is zo mooi, is dat. Ja. Maar dat is wel zoals het is. Het is niet, verslaving is een quick fix, maar herstel is een long run. Dat is een marathon. Exact. En die blijft gewoon doorgaan. Hè? Ja. En je hoeft niet hard te lopen, maar dat is wel echt een groot maar verschil. Dat, en voor verslaafd is het daarom heel moeilijk om te herstellen. Want wij zijn gewend om met de knip van onze vingers ons middel te krijgen. Ja, ja, het wordt allemaal zo opgelost. Hè? Het gevoel, ik heb het over het gevoel. Goed, nou, heel mooi. Hey, lieve Mick, dankjewel, vriend. Ik vond het leuk, man. Ja, leuk. Ja. Ik ga je zeker nog een keer uitnodigen. Top. Ook over je werk en allerlei andere dingen die je doet. Mooi om te horen. Ja. Lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken naar deze aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Dit is Mick Boskamp. Mick Boskamp, ik struikel over zijn naam. Ik wou zeggen Pik Boskamp. Pik Boskamp of Mick Bosbrood of Mick Borstkramp. Mick Boskamp, mijn allerbeste vriend. Mijn naam is René van Kolm. Abonneer je op dit kanaal, like deze video en deel het ook met elkaar als je verhalen van herstel, verslaving, wat het inhoudt en ook vooral voor de families en partners. Dank jullie wel voor het kijken en luisteren en ik zie jullie heel graag terug bij een volgende aflevering. Dank je wel.